uit het museum. Waren toen de ego's op een gegeven moment goed afgestemd op elkaar? Dat waren wel ego's, maar op een of andere manier klikte dat wel met elkaar, dat team. En ik hoop dat de ontwerper door de directeur van Adidas ontslagen is. Want je doet het toch een voetbalteam niet aan om zo'n kisserig shirt aan te trekken. Maar daar heeft Jacques Hogewoning, ik heb toen een interview gehad met Jacques Hogewoning, die was toen officieel bij de KNVB, die heeft dat ook gezegd. Dat hij zich geneerde voor dit verschrikkelijk lelijke shirt. Ja. De is het niet s'avonds in een keer in een café? De aanwezige Piet Lagarde van Adidas, die was daar pislink om, kan ik me nog wel herinneren. Maar dat is volkomen juist. Maar het is het shirt wat Van Basten in de finale gedragen heeft. En die EK begon met Van Basten op de bank. Hè, want Michels koos voor Johnny van het Schip. En Johnny Bosman in de spits en Van de Schip als en dit heb je op je slaapkamer hangen? Linksbuiten. Nee, het is ook niet mijn verdienste dat ik dit shirt hier heb. Want ik heb het niet persoonlijk van Marco gekregen. Maar Hugo Borst heeft dat geregeld. Die heeft Marco zo gek gekregen dat hij dus het shirt beschikbaar stelt voor het, de voetbal experience, laat ik het goed zeggen. In Middelburg, ja. Daar komt het in. En ik merk aan de mensen hier, dat hadden we verleden week, hadden we de finale bal. We willen alle mensen die hier zijn die bal even vasthouden. Die zijn we kwijtgeraakt in die bal, toch? Of niet? Of... Ja, maar we hebben een andere bal ingelegd. Ja, die hebben we ingelegd. Nee, ja. Niemand. Maar bij mij in de buurt spelen ze hartstikke leuk nu met die finale bal. Maar ook dit shirt is magisch. Want mensen willen het even vasthouden. Hè? Zo Danny Vera, die staat aan de tranen kwijt, hoor, in zijn ogen. En die tatoeages kwamen er heel goed uit in die korte mouwtjes. Heeft hij hem aangetrokken? Ja, die heeft hem aangehaald. Die heeft foto's ervan ook. Ja. Dat, die speelt geen nood meer. Maar het is natuurlijk, het is een kostbaar bezit. Hè? We hebben hem hier zomaar liggen. Een echt shirt. We willen hem even wel doorgeven door de huiskamers, maar dat is een beetje veel werk. Hij heeft hem ook niet gewassen, toch? Dat las ik een keer in een interview met Hugo, toch? Nee, hij is wat smoezelig. Ja, nee, Hugo heeft hem altijd onder zijn kussen gehouden. Hij ruikt nog naar Van Basten. Ja. Happel had een hele andere theorie. Die zei, als ze gaan masturberen, dan krijgen ze liesblessures. Ja, dus ze kunnen beter rekenen. Dan moet ik zeggen, ik heb last van mijn knieën, mijn enkels gehad en nooit van mijn liezen, hoor. Dus. Nee. We hebben de provincie wat afgemasturbeerd vroeger. Ja, er zat weinig anders op, hè? Ja. Maar dat is inmiddels voorbij, begrijp ik nu. Of, Maar jij komt toch ook uit de provincie? Dat zou je niet moeten weten. Eindeloos, inderdaad. Maar wat wil jij nou zeggen over... Ja, nee. Je bent het ook nee, even kwijt, nee, 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 maar kijk, nee, maar weet je wat het leuke is? Kijk, dat krijg je er ook van, hè, van het masturberen. Ik zat er nog even over na te denken dat ik hem al zie zitten. Johan, bedoel je? Ja, ik zag het opeens voor me zo, op zo'n late avond. Hé, je bent een beetje fout te filmen. Nee, maar... Jezus. Nee, maar... We hadden het over... Nee, maar die ja, waar gaat het eigenlijk over? Die speler. Hij houdt zich weer niet uit zijn draaiboek. Nee, maar... Ik bedoel... En dan ook eens een open reep. Geweldig. Nee, maar... Met die vrouwen, weet je wel. Dan laai je het masturberen wel met z'n open. Nee, maar... Met die vrouwen ook, weet je. Dat die spelers ook tijdens dat EK, op een gegeven moment na die tweede wedstrijd, dat ze zeiden, joh, die vrouwen moeten een avondje bij ons slapen. Dan, je kan wel die Capello, je kan wel tegen die Van Marwijk zeggen, ja, je moet dat niet willen. Maar ik bedoel, als die hele spelersgroep dat wel wil, heb je wel een probleem. Ik bedoel, je moet er toch niet aan denken dat je met al die wijven over de wedstrijd Nederland-Frankrijk gaat zitten praten. Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk als je met jongens onder elkaar in zo'n bar, dat je erover kan praten, dat je een biertje kan drinken, dat je even met elkaar kan zitten, dat je kan ontspannen. Ik denk dat die spelers dat zelf niet zouden moeten willen. Er is geen speler die zit te hunkeren naar zijn echtgenoot. Nee, maar dat kan je wel zeggen... Is dat zo? Dat weet je uit ervaring. Nou, dan ben je drie huwelijken verder natuurlijk. Maar je denkt ook niet dat best... Nee, maar die spelers die hebben het onderling met mannenhumor en die sfeer best naar hun zin. En als die vrouwen komen... Kijk, ik vind het ook... Ja, maar is een beginnende relatie, nee, maar ik vind het ook een beetje gênant vaak. Want die vrouwen komen dan, die worden gefilmd... en dan zit heel Nederland, oh, die krijgen zo een beurt. Ja, denk je wel? Ja, zo wordt er geredeneerd. Zo te kijken. Nee, maar zo wordt het toch geredeneerd. Ik heb er nooit naar zo zitten kijken, heel gezien. Nee, maar jij bent net zo hypocriet als dat hele zootje daar. Oh, ja, zo kijkt heel Nederland wel. Oké, zo zit jij te kijken inderdaad, ja. Nee, maar daarom, ik zeg, die spelers moeten dat zelf. Ik vind het ook zo grappig, dat vond zich helemaal buiten deze discussie aan. Ja, nee. Ik weet niet wat het is. Is dat elkaar ook of niet? Nee, bij mij heb ik ineens het gevoel dat ik in een fantastisch programma terecht ben gekomen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Maar je wilde er nog even over kwijt dat ze dat niet moeten willen? Nee, die spelers moeten dat zelf niet willen, joh. Oké. Hij is genoemd naar Michel Kruin, de spits, hè? Dat is een oude spits van Elinkwijk en die is oud, hoor. En die ziet er nog heel fit uit. En ik kwam hem laatst tegen in Utrecht. Dan kwam er een oude neger, helemaal goed gesanjeerd, naar me toe. En die zei van, ik heb nog tegen jou gespeeld. Dus ik zeg, Pele? Nee. Je zegt Michel Kruin.
Maar daar is hij naar genoemd, want zijn vader was weer een fan van Michel Kruijn. Waar gaat deze uitzending in godsnaam naartoe, zeg? Nou, waar gaat dit allemaal over? Eigenlijk tonen wij vanavond aan dat een presentator volledig overbodig is. Ik kan gewoon naar huis toe gaan. Masturberende analist aan tafel. Wat is dit er allemaal, zeg?